Dus, wat vind jij van Nathalie? Wat is dat mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een speciale gast meegenomen, want misschien wisten jullie het nog niet, maar ik heb al een tijdje een vriendin. Natuurlijk wisten jullie het nog niet, want ik heb het nergens bekendgemaakt. Of je moest net toevallig mijn nieuwe Instagram post gezien hebben, als je me trouwens nog niet volgt, @hanwee. Maar vandaag is mijn vriendin hier dus ook. Introduce yourself! Hi! Wat was dat? What's wrong with you? Ik zei vriendin, geen ezel. Hi, ik ben Nathalie. Dit is mijn lieftallige vriendin, Nathalie. Dit is mijn vriend, mijn lieftallige vriendin. Maar aangezien jullie Nathalie natuurlijk nog niet echt kennen, leek het mij dus wel leuk om een boyfriend-girlfriend tag te doen. Zodat jullie haar een beetje beter leren kennen. Dus let's go. Wie zei als eerste, ik hou van je? Ik. Zij. Oké, okay, next question. Nee, het ding was dus, ik was de eerste die ik hou van je zei. Veel te vroeg. En toen zat zij gewoon daar zo van... Too early. abort mission. Zo ging de eerste keer dus. Next question. Wat is mijn raarste gewoonte? Oké, maar kijk, het ding is, zij heeft niet zeg maar één rare gewoonte. Zij is gewoon raar. Zij is gewoon echt raar. Dat is niet waar. Helemaal wel. Helemaal niet. Helemaal niet. Rare gewoonte van haar is, zeg maar, als zij een soort van haar gelijk krijgt of zo, gaat ze zo doen. Na. En jij mag mij vertellen dat je niet raar bent. Nee. Precies dat. Oké, nu mijn rare gewoonte. Nou, Hanwee, die kleedt zich helemaal uit voordat hij naar het toilet toe gaat. Dat is niet helemaal correct, zeg maar. Als ik thuis ben en ik ga schijten, ik vind het fijn om naakt te schijten. Eww! Eww! What the fuck? Dus niet als ik ga plassen of zo, niet als ik in het openbaar zit. TMI. Waar kan ik echt boos om worden? Als iemand je Rolex steelt. Ja, dat is correct mensen, mijn Rolex is ooit gestolen door een hele goede vriend van mij en dat. Zij wordt boos dus als ik me niet scheer. Ik ben niet boos als je niet scheert, maar ik denk van als je toch besluit om dit te hebben, dan moet je het wel bijhouden. Is gewoon smooth. Wat was onze eerste trip samen? Dus een keer waren we gewoon letterlijk om 7 uur 's ochtends naar Engeland gaan vliegen. En toen kwamen we in de avond weer terug. Don't spoil the tea. En dat hebben we dus ook gevlogd. Dus die komt ook nog online. Stay tuned for that because it's a fun vlog. Welke hobby van mij vind je het minst interessant? Ja, zeg dan. Ik zie hem al lachen. Zeg dan. Kijk nu recht die camera in en zeg het dan. Hobby? Ja. Heb jij hobby's? Oké, ik heb al genoeg van jou. Nee, ik moest gewoon lachen. Zeg maar, jij gaat toch graag naar de sportschool, maar dan trek je dat gezicht zo. Altijd als ik sport, ik concentreer me toch. Als ik het zwaar krijg, ga ik een beetje zo. Nee, is niet zo. Het is zo. Zo sport ik niet. Jawel. Wat vindt Steven van mij? Goeie vraag, wat vindt Steven van jou? Laten we hem even erbij roepen. Ondertussen, geniet van deze mooie foto van Nathalie en Steven. Kom erbij. Dus, grote meneer, wat vind jij van Nathalie? Wat vind je het leukst aan mij? I don't know, man. Ik kan dit onder druk. Ik kan niks onder druk, jongen. Ja, volgens mij mag je hier wel, man. Waar was onze eerste date? We zaten gewoon in een Aziatisch restaurant, er zat wasabi op tafel. Zij daagde mij uit om die wasabi te eten. Maar ik dacht van, oké, weet je, ik kan nu geen pussy zijn. Ik doe het gewoon. En hoe eindigde dat? Hij ging barven naar het toilet. Ik rende letterlijk naar de wc, ja. En spuugde alles uit. Maar hey, dat heeft wel indruk gemaakt. Dus als jullie worden uitgedaagd om wasabi te eten en te kotsen, doe het. Waarom voelde je aangetrokken tot mij? Nou, het was zeker niet liefde op het eerste gezicht. Oké, ik ga weer vandoor. Oké, doei. Tijdens onze eerste date was je gewoon heel spontaan. En je was zeg maar niet bang om jezelf te zijn, zeg maar. Je ging wel op mijn bluff in.
En je had gewoon die wasabi in je mond gestopt. En ondanks dat je moest barven, dacht ik wel van... Oh, je gaat niet zomaar doorslikken en dan half stikken hier. Maar je durft ook gewoon naar het toilet toe te gaan. Basically wat ze vertelt, ze vond het gewoon aantrekkelijk hoe ik de wasabi uit moest kotsen. Het had indruk achtergelaten. Jongens, jullie weten wat jullie moeten doen. Ik vond sowieso eerst, ik vond haar echt super mooi. Maar na de eerste date merkte ik dus ook dat ze zoveel meer was dan alleen dat prachtige uiterlijk. Wat dan? Zeg maar, zij was ook crazy. Ze daagde mij überhaupt uit om die wasabi op te eten. En ze deed zelf ook. Dus ik dacht van, oeh, she's crazy. Spicy, precies. Ik dacht van, oké, dat is wel leuk. Ze was ook heel spontaan, lief. Daarna merkte ik ook nog steeds meer van haar, weet je. Ik bijvoorbeeld, ik was erachter gekomen dat ze houdt van lezen en zo. Ze is eigenlijk heel erg intelligent. Oh. Maar ja, goed mensen, dat was het eigenlijk alweer voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie Natalie een beetje leuk vonden. Voor degenen die haar een beetje willen stalken, haar Instagram is... Like deze video als jullie meer Natalie willen zien. Dus als jullie niet liken, krijgen jullie niet meer Natalie. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zeggen wij... Later, you. Later, you.